Maandagavond kondigde premier Rutte extra coronamaatregelen aan. En ik ben vandaag in het Oude Noorden bij Ed van het Sloopteam om te vragen, wat vindt Ed nou eigenlijk van al die extra maatregelen? Ed, heb je gisteren de persconferentie van Rutte zitten kijken? Nee, daar word jij helemaal depressief van bij mij. Ik heb vanochtend wel een beetje ingelezen. Maar voor ons verandert er vrij weinig in die zin van door normaal al alles op afspraak deden. En dan moeten ze gewoon wat meer gegevens invullen, telefoonnummer, naam. Ik heb wel een naampje verzinnen, maar dat trappen we dan maar dit keer maar niet in. Was je even bang dat je ook met een mondkapje moest gaan knippen? Ja, eigenlijk wel ja. Maar het was advies. En 14 uur met een mondkapje op. Nee. Wat vind je eigenlijk van de maatregelen tot dusver? Ja, ik weet het niet. Het is dubbel, weet je. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze proberen goed te doen natuurlijk voor de burger. Ze gaan niet zomaar de burger in gevaar brengen. En is dat de enige maatregel dan die ze kunnen treffen? En als nou over een week of drie die maatregelen toch niet voldoende blijken te zijn en ze zeggen, joh, we moeten weer dicht, vrees je dan voor je winkel? Nou, dan komt er lekker bij Rijnmond werken. dan is het klaar. Weet je, we zijn al 2,5 maand dicht gegaan. Ik ben nou nog aan het herstellen financieel van de eerste sluiting. Ik kan niet meer werken dan meer werken. Nee. Ik kan niet dubbel zoveel klanten wegknippen. Dus die financiële gat dat blijft ontstaan. Die blijft gewoon. Ik red het wel als ik open mag. Ja, maar anders niet. Nee, dan is het gewoon klaar. Hey, maar je bent nou wel een bekende Rotterdammer, hè, door het Sloopteam. Ja. Merk je dat een beetje op straat? Ja, maar voor elke handtekening 5 euro zou krijgen en elke foto, dan hoef ik niet meer te knippen, zeg maar. Ja, dat is leuk, al die reacties. Held, en als je dan ergens loopt of zo, dan oh, je bent het echt, ja, denk je dan, weet je wel. Ja, mogen op de foto, ja, superleuk. Ja, dan hopen we maar dat het goed gaat komen, hè. Ja. Ik zie me nou ook niet echt zitten op kantoor bij Rijnmond, joh. Best gezellig, hoor. Ja, dat was wel 2 minuten, hè.